allemaal, hier ben ik weer, die Leila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Misschien enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En tegenwoordig kun je mij een bedankje sturen op YouTube. Hier onderaan de video zie je een linkje van bedankt. Als je het leuk vindt welke video's ik allemaal maak en mij daarmee wil steunen, dan kun je dus een bedankje sturen. Lukt het nou niet om dat via YouTube te doen, dan heb ik in de reacties en in de beschrijving een link geplaatst, zodat je het op een andere manier kan doen. Jongens en meisjes, echt super bedankt daarvoor en ik hou van jullie. En ik ben aangekomen bij Redevoering 5. Een heel super bijzonder boek, hè? Saint-Germain, het werkboek van Saint-Germain. Dus geen invloeden van de geheime leer van Helena Blavatsky, jongens. Want dat heb ik in een vorige video al gezegd. Sommigen denken, omdat ik in de titel geschreven heb geheime leer, denken ze dat het boek is van de geheime leer van Helena Blavatsky. Maar dat heeft er dus nul mee te maken. Ik heb er ook helemaal niet bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Ja, je hebt met elk woord wel een boek of een liedje of weet ik veel wat. Maar goed, dat even duidelijk gemaakt hebben. Dit is dus het boek van Saint-Germain, het werkboek van Saint-Germain. Redevoering 5. Saint-Germain, 17 oktober 1932. Aanroeping. Almachtige, oneindige tegenwoordigheid. Alles doordringende, helende tegenwoordigheid. Daal neer en doe uw werk. Almachtige, oneindige intelligentie. Geef ons uw vertrouwen en kracht. Doordring ieders denkvermogen en lichaam met uw tegenwoordigheid. Doordring elke cel met uw stralende tegenwoordigheid. Toon uw tegenwoordigheid in uw zegenvierende meesterschap en kracht. Machtige meesterlijke tegenwoordigheid in ieder van ons. Treed tevoorschijn. Wis het klein menselijke in ons uit en bekrachtig uw rijk nu en altijd. Er is slechts één intelligentie, tegenwoordigheid, essentie en liefde. En dat bent u. Laat uw uitstraling ons fysieke lichaam doordringen en laat uw volmaaktheid zich manifesteren en bevestigen. Ik begroet u in naam van de grote heerschaar en ik breng u haar uitstraling en intelligentie. Beveel. Ik ben de zuivere elektronische essentie die mijn denkvermogen en mijn lichaam vult en ik duld niets anders. God in u is altijd meester over alle omstandigheden. Zeg dikwijls, ik ben steeds de zegenvierende tegenwoordigheid van de machtige ik ben. Voel hoe de geweldige stroom van elektronische essentie uw denkvermogen en uw lichaam vult. Onmiddellijk alle disharmonie uitwist en u het bewustzijn schenkt van meesterschap en overwinning. Beveel goddelijke tegenwoordigheid. Doordrenk dit brein en lichaam met uw straling en zorg ervoor dat elke menselijke handeling steeds geleid wordt door uw wijsheid. Redevoering. Laten we ons bewust worden van de helende straling in dit huis. Zowel landen als mensen hebben heden ten dage grote behoefte aan heling. Aan de mensen wordt hulp verleend, doordat de elektronische energie wordt uitgestort in het denkvermogen en het lichaam, zodat elke cel hiermee wordt opgevuld. In toenemende mate gebeurt dit ook met landen. Een land is een groot lichaam van mensen en schepsels. Van de natuur. Wij bezitten dezelfde kracht, want wij zijn de verpersoonlijking. Wij bezitten dezelfde kracht, want wij zijn de verpersoonlijkte tegenwoordigheid van God. Wij weten dus, ik ben alomtegenwoordig en wanneer mijn bewustzijn deze verruiming aanneemt, weet ik dat deze energie overal geactiveerd wordt. Zowel in de cellen van het aardelichaam als in het lichaam van de mens. We moeten beseffen dat de actieve tegenwoordigheid van God, die alle macht bezit, alomtegenwoordig is. Er is geen enkel plekje waar de actieve tegenwoordigheid van God niet is. We moeten ook beseffen dat deze actieve tegenwoordigheid van God de mens verenigt. Zij verteert onmiddellijk alles wat niet harmonisch en wenselijk is. De mens moet begrijpen dat hij de elektronische gordel rondom zich kan gebruiken als een volkomen onoverwinnelijke bescherming. Doorheen deze bescherming handelt de goddelijke wijsheid.
Zij leert ons bewust ons lichaam in stand te houden. Deze alomtegenwoordige wijsheid en intelligentie moedigt ons altijd aan om niets in het lichaam toe te laten, dat op een of andere manier haar harmonische werking zou verstoren. Zij het langs gevoelens, gedachten of voedsel. De natuurlijke werking van de levensstromen beweegt zich overal, zoals het schijnsel van een zoeklicht. Het doen en laten van de mens zou steeds een uitnodiging moeten zijn om de levensstromen die zuivere kosmische energie zijn en die steeds door de aardatmosfeer vloeien te ontvangen. Het is juist dat waar de omstandigheden te compact zijn om erin te kunnen doordringen, de energie er rondgaat om dan in dezelfde baan verder te gaan. Elke mens zou moeten begrijpen dat hij zich sinds het begin van dit jaar voortdurend bevindt in het veld van machtige helende stromen. Door de macht van Cyclopea, de geheime liefdester, en de stralen van de Gouden Stad worden stromen en enorme krachtige helende energie bewust in de aardatmosfeer gestuurd. U zult wel begrijpen dat deze energieën zichzelf van nature uit bevestigen, aangezien zij de energie van God in actie zijn. Wanneer iemand zich bewust is van deze energie, kan hij er steeds contact mee maken. Vaderlandslievende studenten die hun land willen helpen, zouden moeten weten dat deze helende stromen niet enkel de individuele mens bereiken, maar dat ze ook onder de vorm van een intelligente vlam doordringen, in omstandigheden, omgeving en officiële plaatsen de kracht waarmee deze stromen de kinderen van de aarde beschermen en verheffen, is nog nooit zo groot geweest sinds de schepping van deze planeet. Hoe meer de mens zich waarlijk en oprecht bewust wordt van dit gebeuren, hoe beter hij een machtige boodschapper van hulp kan worden in dit hoogste ongewone werk. De bewuste manifestatie van het communistische gedachtegoed beïnvloedt het dagdagelijkse leven zeer ongunstig. Diegenen die ware boodschappers wensen te zijn, zullen hierover nadenken totdat ze de volledige betekenis hiervan begrepen hebben. Ze zullen zich hierop bewust concentreren, wetende dat men deze stromen en verterende elektronische energie, die bewust door de aardatmosfeer geleid worden, niet kan manipuleren. In elke oprecht bewuste inspanning om te helpen zal de mens het bewustzijn van deze energie voelen stromen, die tot dusver nog ongekend was voor hem. Voor sommige mensen die nochtans zeer welwillend en inschikkelijk zijn, is het plotse inzicht dat ze moeten afzien van bepaalde voeding of van andere gewoonten erg schokkend. Aan deze mensen wil ik zeggen dat de goddelijke intelligentie in iedere mens en bij elke stap op de weg voor zorgt dat men, wanneer het nodig is, spontaan afziet van datgene wat niet in overeenstemming is met de grote tegenwoordigheid. Om bewust iets te kunnen loslaten, moet men zich verankeren aan iets sterkers. Wanneer studenten zich hiervan bewust zijn, krijgen zij het vertrouwen en de kracht om deze stap te zetten. Ik heb eerder al geopperd minstens eenmaal per dag bewust uw huis te vullen met deze zuivere elektronische energie. Zorg ervoor dat deze energie aanwezig blijft, zodat de ware tegenwoordigheid van Godvoedsel, gedachten, eender welke tegenwoordigheid en alles wat niet overeenstemt met uw verlangens, uit uw huis weert. Dat zouden we wel nu even kunnen doen. Je mag je ogen sluiten of je mag ze open houden. Maar ik sluit ze eventjes. En visualiseer dan waar je ook bent, hè, het liefst natuurlijk in je huis op dit moment, maar als je ergens anders bent mag dat natuurlijk ook, dat je jouw huis, of je werkplek, of je auto, waar je ook op dat moment bent en dit luistert, vol met licht ziet. Zie je hele plek waar je nu bent, in je huis, helemaal verlicht. Stralend wit licht. Of goudlicht.
alles wat negatief aanvoelt, of duister is, of rommelig is, zie dat allemaal weg. Elimineer het. Verteer het. Eigenlijk wordt het al verteerd door dit zuivere licht. Laat het licht het allemaal verteren. Rein huis, reine plek, reine auto. Je bent veilig. Vertrouw het levensproces. Je bent een goddelijk wezen. Heel belangrijk. Nou, doen we gewoon iedere dag. Ik zou voorstellen om telkens er iemand komt bewust te zeggen: ik ben de zuivere straling van goddelijke liefde. Ik omhul deze mensen met dit gewaad wanneer ze komen en wanneer ze weggaan. Wanneer u hen bewust met dit gewaad omhult, zullen zij het zowel in uw huis als erbuiten dragen en het zal hen versterken. Dus ja, visualiseer dus om de mensen die bij je thuis komen en van wie je houdt, dit mooie, prachtige, gouden, witte licht als jas, als gewaad, als prachtige kleding om die mens heen. Uw bezoekers verdienen hulp en door dit gewaad kunnen ze alle hulp ontvangen die ze wensen en die u hen liefdevol geeft. Hoeveel kennis iemand ook mag hebben, wij hebben nooit het recht om kennis of discipline op te dringen. Enkel en alleen door het toepassen van wat studenten horen en ontvangen, kunnen zij de werkelijkheid leren kennen. Ja, we kunnen niet erin slaan. Soms denk je wel eens helaas. Ja, je zou toch wel eens denken van, zal je verdomme kaarsgen dan nu luisteren? Maar nee, zo werkt het niet. Het komt vanzelf binnen, jongens. Als je dit hoort, dan gaan mensen echt wel over nadenken. Wanneer u zegt, ik ben, bevestigt u de kracht die elke hindernis en elk verzet overstijgt. Het lagere zelf is zoals een hongerige leeuw in het oerwoud, die alles wat eetbaar is, verscheurt om te kunnen eten. In dit stadium zal het ego zijn beste vriend verscheuren om zijn eigen zin te kunnen doen. In ieder astraal element is er dat menselijk element van verlangen, waardoor men steeds belemmerd wordt bij het nemen van een goede beslissing. Tenzij men zijn denken volledig afsluit voor de astrale wereld, omdat men de deur openlaat voor een kracht die veel subtieler is dan men ooit ervaren heeft in de materiële wereld. Velen denken dat er goede krachten zijn in de astrale wereld. Ik zeg u, er komt geen enkele positieve kracht uit de astrale wereld. Elke positieve kracht die van daar lijkt te komen, doorkruist dit gebied wel, maar creëert haar eigen lichttunnel waardoor zij komt. Ja? Dus deze astrale wereld, dat is de 3D-wereld, hè? Zoals we dat noemen, of de matrix, of de hypnotische wereld. Dat noemen ze de astrale wereld. En daarom zeggen ze ook wel eens, je kan astraal reizen. Ja? Want dat is meer eigenlijk met het uiterlijke of met je gedachtes reizen. Maar dat betekent nog niet dat je je lichaam dus kan meenemen. Maar dat is dus allemaal nog op een, ja, op een 3D-vlak. Hè? Derde dimensie noemen ze dat ook wel eens. Maar goed, je bent er eigenlijk al, maar het is een hypnotische wereld. Eerst en vooral, waaruit bestaat... Oh ja, eerst en vooral, waaruit bestaat de astrale wereld? Nou, hier wordt dus uitgelegd. Er is slechts één plaats waar een onwenselijk schepsel zich een thuis vindt op zijn weg naar een volgend menselijk leven. En dit is het astrale rijk. Dus als je doodgaat, bevind je in het astrale rijk. Ja, dus als je uittreedt, want dood is natuurlijk niet echt. Maar als je uittreedt, dan zit je in het astrale rijk. Oké, dit rijk van astrale activiteit bevat alle onwenselijke schepsels die daar door de eeuwen heen zijn verzameld. Ja, want je zit allemaal nog in een lager bewustzijn of in een onwetend bewustzijn. Dus alle onwetenden, alle slapers, die zitten daar. Oké, dat is wel eigenlijk heel logisch. Daarom is het gemakkelijk om onmiddellijk in te zien dat geen enkel contact met dit rijk heilzaam is.
Ja, dus dat is ook als mensen dus bijvoorbeeld waarschijnlijk met geestenoproeping en al dat soort dingen. En eigenlijk alles wat daar vandaan komt, nog, dat het niet zuiver is. Ja? Dat is niet dat het je naar een hoger bewustzijn kan brengen of zo. Het heeft hoegenaamd niets van de Christus in zich. Het is een slaaptoestand. Het is een hypnotische toestand eigenlijk, hè? Er is een even groot verschil tussen het astrale rijk met zijn activiteit en datgene wat sommigen de astrale ster noemen, ook wel de Astrea ster genoemd. De zogenaamde astrale ster wordt echter weer verkeerd begrepen. Wat sommigen de astrale ster noemen, als er is tussen licht en duisternis. De zogenaamde astrale ster wordt echter weer verkeerd begrepen. Ze heet eigenlijk Astrea ster. Ze is in werkelijkheid een activiteit, geen rijk. En ze is afkomstig uit de vierde sfeer. En ze is afkomstig uit de vierde sfeer. De Astrea ster is een kosmisch wezen. Het is haar taak om zoveel mogelijk uit het astrale rijk te verteren en om de mensen te bereiken van wie de aandacht uitgaat naar het astrale. Dit grote wezen zal vroeg of laat het inzicht van deze mensen verhelderen en elk verlangen naar contact met dit ongelukkige rijk wegnemen. In het astrale rijk verblijven geen kleine kinderen. Kinderen die de aarde verlaten, wonen in het etherische rijk. Geïncarneerden verblijven tijdens hun slaap in dezelfde sfeer als niet-geïncarneerden. Voorheen het bevestigende bewustzijn van de Ik Ben tegenwoordigheid kan iemand die bij het slapen gaan deze kracht blijft volgen, ongekende hoogte bereiken. Wanneer u zich in uw dagdagelijks leven bewust bent van deze Ik Ben tegenwoordigheid en u bezoekt met dit bewustzijn andere rijken, dan ervaart u een ongelooflijke bevestigende tegenwoordigheid. Dus dat is wat ik moet zeggen. Als je astraal reist of in je slaap kun je bijvoorbeeld alles. Als je droomt, hè? In je droom kun je alles. Dus kun je hoge hoogtes bereiken. En kinderen verblijven dus niet bij de Astrea ster. En dat is ook wat ze dus zeggen. De mens daalt dadelijk zodanig af, of is al zodanig afgedaald in zijn bewustzijn, dat wie niet meer de keuze maakt om naar een hoger bewustzijn te willen stijgen, of zo koppig blijft en die duisternis blijft volgen, die zal dus verteerd worden door de Astrea ster. En die Astrea ster zorgt er dan ook dadelijk voor dat men daar dus ook geen toegang meer tot heeft, tot deze astrale wereld. Want als iedereen gaat stijgen naar een hoger bewustzijn, wie dus daarin meegaat, ja, dan zal dit rijk zal dus het hypnotische rijk zal dan ook niet meer bestaan. Dat zal verdwijnen. En ja, de zielen die dus niet daarin meegaan, die zullen dus verteerd worden. Dus daarom kom je dadelijk niet meer tot dit rijk. Heb je geen toegang meer daardoor. En zou je ook niet meer geesten op kunnen wekken en kunnen roepen en contact daarmee kunnen maken, zeg maar. En nogmaals, het is niet zo, mensen denken van, ja, maar mijn dierbaren zijn overleden en dat zijn geen slechte zielen. Het heeft niks met slecht te maken. Het heeft ook niks met duisternis te maken, maar het heeft met een slapend bewustzijn te maken, ja, dat je nog in een hypnotische toestand zit. Daarom ben je dus uit je lichaam gegaan, omdat je dus niet meer weet of niet geleerd hebt meer hoe je oneindig in je lichaam kan blijven. Ja, dus je zit in een soort droomwereld. Er is een activiteit in de levenservaring die bewuste erkenning en bewust gebruik vereist van de Ik Ben tegenwoordigheid, van God in actie. Wanneer u dit bewustzijn meeneemt doorheen de sluier van de slaap, kan de ziel met een bijna grenzeloze macht buiten het lichaam functioneren. Veronderstel dat er materiële nood is aan iets. Voor het slapen gaan kunt u dan zeggen, dus vanavond als je gaat slapen, door de machtige kracht en intelligentie die ik ben, handel ik verder. Terwijl mijn lichaam slaapt, ik maak bewust contact met deze vereisten. En ik vervul ze overvloedig, wat het ook is, wetende dat deze activiteit zichzelf bevestigt en dat dit op geen enkele manier kan mislukken. Is het een machtige wijze om de Ik Ben tegenwoordigheid in beweging te brengen? Aan alles wat de Ik Ben beveelt terwijl het lichaam slaapt,
moet gehoorzaamd worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Iemand viel van een steile rotswand. De persoon in kwestie was zich bewust van deze tegenwoordigheid en vroeg om bescherming. De Ik Ben tegenwoordigheid schiep onmiddellijk een gedaante die hem opving en hem terug in veiligheid bracht. Wanneer iemand die dit bewuste pad bewandelt zich in een gevaarlijke situatie bevindt, zou hij steeds snel en duidelijk bescherming moeten vragen. Zolang men het lichaam niet verheven heeft, ondergaat men steeds min of meer de invloed van de denkwereld van de mensheid. Wanneer een student een berg beklimt, moet hij zich bewust om bescherming vragen. Hij moet het beschermende werk doen en hij moet dit bewust doen. Ja, dus vraag om bescherming. Ik vraag om bescherming. Ik vraag om bescherming. Ja. Bescherm jezelf met dit mooie licht, met die elektronische cirkel. Vraag erom. Ja? Bid ervoor. Dat is ook iets belangrijks. Als de student zijn bescherming steeds bewust in stand houdt, zal hij de afbrekende kracht van anderen kunnen vermijden. Bescherming voor de zeevaart. God is de almachtige kracht die dit schip beschermt en leidt. Bijgevolg vaart het in een zone van absolute veiligheid. Op het bewuste pad moet u steeds alert en actief zijn. Sommigen onder u zouden kunnen denken dat dit angst suggereert, maar dat is niet zo. Het is de erkenning van de alomtegenwoordige beschermde kracht. Dat is ook, hè, als sommige mensen dit horen, denken ze, yeah right, weet je wel. Of ja, is dat niet allemaal te veel hocus pocus of misschien te zweverig. Of ja, dat kan dat je dit denkt, hè. Maar dat is ook, dat was zo mooi van die tekenfilm die dat zo duidelijk weergeeft. Dat mensen hun geloof zo kwijt zijn, dat er geen sprankje hoop eigenlijk meer is. Ja, of hoop, dat er geen wensen meer mogen zijn. Of dat er geen magie meer is. Ja, dus dat is er zeker. En als je hiermee in contact weer komt, dan voel je het. En je bent zelf het bewijs. Je hoeft mij niet te geloven, maar probeer het. Doe het. En je zult voelen dat dit bestaat. En dat het echt is. Bescherming voor auto's. God is alziend en alwetend. Hij voorziet en verhindert elk ongewenst contact. Wanneer u zegt, God bestuurt deze auto, dan reikt Gods blik kilometers ver. Ziet de opstoppingen en u zult de ingevingen krijgen om langs een veilige weg te rijden. Omdat God deze auto bestuurt, is er geen enkele hindernis op onze weg. Mooi. Ja, wordt door God geleid. Er zijn twee redenen waarom studenten verongelukken. Ten eerste omdat ze boos worden en hierdoor de deur openen voor een ongeluk. Dat hoor ik heel vaak, ook echt bij mijn cliënten en zo. Als er een ongeluk heeft plaatsgevonden, hebben ze daarvoor altijd ruzie gehad. 9 op de 10 is het zo. Ten tweede omdat ze het opgeven om zichzelf te beschermen. Telkens wanneer we iets doen met een positieve dynamische houding, straalt dit vertrouwen uit naar de materie en dit kan niet mislukken. Om een elektronische gordel rond iemand te projecteren, zeg dan, ik ben de beschermende elektronische gordel rond deze persoon. Wanneer u zegt, ik ben de beschermende ring of gordel, betekent dit dat de elektronische gordel onmiddellijk gevormd wordt en overwinnelijk is en onoverwinnelijk is. Wanneer u zegt, ik ben, besef dan dat alles wat bevolen is, almachtig is en onmiddellijk uitgevoerd wordt. U kunt de Ik Ben tegenwoordigheid niet gebruiken zonder onmiddellijke actie. Zeg dikwijls, ik ben de alomtegenwoordige, almachtige, beschermende intelligentie, die dit denkvermogen en dit lichaam bestuurt. Wanneer u zegt, ik ben, is dit onmiddellijk en overal in actie. De Ik Ben, die alomtegenwoordig is, doet op dat ogenblik het gewenste. Zo kan men op de meest rechtstreekse wijze de machtige actie van de Ik Ben, die alles in allen is, activeren. Wees u er voortdurend van bewust dat wanneer u zegt, ik ben, u alle eigenschappen van God in beweging brengt. U hebt nu het punt bereikt waarop u ogenblikkelijk resultaat zou moeten bekomen.
Wanneer u in eender welke omstandigheid ik ben zegt, betekent dit dat de grootste kracht in het universum daar onmiddellijk in werking treedt. Het ogenblik waarop u zich er bewust van wordt dat ik ben de volledige activiteit van God is, die alle goddelijke eigenschap omvat, kunt u deze machtige kracht ten volle benutten. Zeg dikwijls, ik ben de tegenwoordigheid die dit meesterschap creëert. Wees u bewust van de machtige tegenwoordigheid die u oproept bij het zeggen van ik ben. Ik heb er altijd van gehouden te specificeren wat ik wil doen. Wanneer ik een gezond lichaam wil, zeg ik, ik ben de tegenwoordigheid die dit lichaam oplaat met zuivere elektronische energie. Door te zeggen, ik ben op dit ogenblik de verheffing van dit fysieke lichaam, aanvaardt u dit en gebeurt het nu meteen. Wanneer u het onbegrensde licht nastreeft, streeft u naar het hoogste in de wereld. Vul uw wereld met de ik ben tegenwoordigheid en voel dat u dit bewust doet. Indien iemand beseft, ik ben de volmaakte werking van elk orgaan en elke cel in mijn lichaam, dan is dat ook zo. U moet zich er enkel bewust van zijn, opdat dit realiteit zou zijn. Zeg dikwijls, ik ben nu de volmaakte gezondheid in elk orgaan van mijn lichaam. Stel vertrouwen in uw ik ben, in plaats van in iets anders. Veronderstel dat u grote intelligente activiteit wil. Zeg dan, ik ben de volmaakte intelligente activiteit in dit lichaam. U kunt dit niet doen terwijl u uw aandacht richt op iets buiten u. Om uw denkvermogen, ogen en oren te zuiveren, kunt u zeggen, ik ben de volmaakte intelligentie die actief is in dit brein. Ik ben het volmaakte zicht dat door deze ogen kijkt. Ik ben het volmaakte gehoor dat door deze oren hoort. Pas deze handelingen met vastberadenheid toe, want zij kunnen niet falen. U hebt de teugels in handen, gebruik ze dan ook. Vermijd alle gebruik van woorden die u herinneren aan beperkende omstandigheden. Wanneer u zich bewust bent van de ik ben, dan geeft u er niet om wat anderen in de wereld doen. U moet zich nergens bezorgd om maken, behalve om uw eigen leefwereld. Gebruik de ik ben energie om het onmogelijke te proberen. Schenk geen aandacht aan wat iemand anders zegt. Zeg enkel zeer gespecificeerd wat u wenst te verwezenlijken. Zeg steeds opnieuw, ik ben de enige tegenwoordigheid die hierin handelt. En ik ben de enige tegenwoordigheid die in mijn leefwereld handelt. Om iets terug te vinden kunt u zeggen, ik ben het intelligente en alziende oog dat dit vindt. U zult versteld staan van het gevoel dat in u groeit door enkel maar uw blik naar de ik ben te wenden. Wis alles uit uw gedachten behalve de bewuste handeling van de ik ben. Want dit is de krachtigste energie die er bestaat. Ervaar een gevoel van rust wanneer u deze schijnbare mirakels verwezenlijkt. Stel dat u een kamer wilt verlichten. Zeg dan, ik ben de verlichting van deze kamer. Op deze manier werkt u de elektronen in de kamer. De verlichting van een kamer is zo gemakkelijk als uw hand opheffen. Uw bekwaamheid om een kamer te verlichten is even eenvoudig als ze fysiek te verlichten door middel van een elektrische lamp. Dat zou handig zijn, hè? Maar inderdaad, we stralen dus licht uit. Dus we kunnen het licht altijd oproepen. Ja, en dat lees je in meerdere geschriften. Ook in de meeste van het Verre Oosten staat dat. Dat ergens bij een rots of zo waar ze waren. Of een bergpad. En het was zo donker daar. Dat een van de meesters dus gewoon licht ging uitstralen. Dat gewoon het hele pad verlicht was. En ja. Ik zal een hoop elektriciteitsenergie schelen. Maar inderdaad, vrije energie is overal om ons heen en kunnen we ter plekke oproepen. Ja, dus die dynamo's moeten we gaan laten draaien in ons lichaam en in de omgeving. U kunt even gemakkelijk universele elektrische stroom afnemen als een stopcontact gebruiken. En dat is ook dat Tartaria-rijk vertelt ook al heel veel, hè, met krachtbronnen en energiebronnen en... Tesla was natuurlijk al lang mee bezig. Ik denk ook dat heel veel daarvan van de Tartaria af
afstamt, hè, dus nulpunt energie. Zeg om de verlichting van uw eigen lichaam zichtbaar te maken. Ik ben nu de zichtbare verlichting doorheen dit lichaam. Binnen uzelf is een brandpunt. Ik ben in u creëerde alles in het universum. Wanneer u binnentreedt in het vertrouwen van de ik ben, zal het al gauw elke belemmering doen verdwijnen. Zeg dikwijls, ik ben de verterende krachtige tegenwoordigheid die in mijzelf elk spoor uitwist van angst en twijfel. Voor deze onoverwinnelijke ik ben activiteit. Wakker dit aan en u zult altijd onmiddellijk weten wat te doen. U kunt dit onthouden en toepassen om alzo elke belemmering naar de ik ben activiteit te doen verdwijnen. Als u dit bewust doet, weet u met zekerheid dat het gebeurt. Het bewustzijn van iemand omhult hem met het beeld dat hij heeft van zichzelf. Wanneer dit beeld gecreëerd is rond de persoon die een bepaalde energie ontwikkeld heeft, kan niemand hem nog iets opleggen buiten zijn eigen gecreëerde zaken. Telkens wanneer u een plotselinge opwelling van vreugde voelt, houd het gevoel dan vast. Benut het en beveel. Zegening. Almachtige oneindige intelligentie, wij loven en danken u voor uw machtig begrip en uw almachtige manifestatie in het bewustzijn van deze aanwezigen. Wij loven en danken u voor ik ben het volmaakte begrip in werking en ik ben alomtegenwoordig, terwijl ik alles volbreng wat moet gedaan worden. Ik ben de verlichting van iedereen die naar me kijkt. Ik ben de stralende intelligente activiteit in de geest van alle mensen. Ik ben de meester die werkzaam is in het brein van de hele mensheid in die goddelijke liefde, gerechtigheid, vrede, harmonie en volmaaktheid schenkt aan ons geliefde Amerika. Nou, lieve mensen, dit was redenvoering 5 en nou, we gaan verder naar redenvoering 6 in de volgende video. Ik dank jullie enorm voor het kijken en voor het liken, voor het delen, voor de bedankjes en voor de reacties die jullie hieronder plaatsen. Dus als jullie vragen hebben of iets leuks hebben om te delen, nou, plaats het vooral. Ik vind het altijd leuk. Ik lees alles. En ja, ik hou van jullie, meer kan ik het zeggen. En laten we hier lekker mee bezig gaan. Het voelt heerlijk. Nou,